Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. En zoals we allemaal hebben gemerkt, het weer stond vandaag in het teken van regen. Een groot regengebied trok over het land met af en toe flinke plensbuien erin. Op een bepaald moment was het hele land eronder bedekt, zo rond 2-3 uur. Maar uiteindelijk trok de regen langzaam oostwaarts. En vanavond zien we het dan ook snel droog worden. Vanmiddag temperaturen van 8 tot 10 graden. Langs de westkust de eerste opklaringen. En vanavond is het dan vrijwel overal droog. Alleen in Limburg en het uiterste oosten is het om een uur of 6 nog nat. Maar om 7 uur is denk ik nergens de paraplu meer nodig. Brede opklaringen, temperaturen dalen dan tot rond 6 graden en de wind neemt ook in kracht af. Dat geldt niet voor komende nacht, dan gaat het opnieuw harder regenen, ook, maar ook waaien. Aan zee neemt de wind toe naar stormachtig, windkracht 8. En zoals al gezegd, lokaal gaat er weer wat regen en motregen vallen. Temperaturen dalen daardoor niet verder, lopen langzaam weer iets op. Bij het ochtendgloren neemt de wind toe naar 8 tot 9 bovoor. De hardste wind verwachten we eigenlijk in dit deel van Nederland. Daar is er kans op een zuidwestenstorm. En daar is ook de grootste kans op windstoten tot 100 km per uur. Diepe landinwaarts en in het zuiden zullen de windstoten tussen de 75 en 90 km per uur zijn. Ook fors, als fietser, brommer of vrachtwagen heb je daar toch echt wel last van. Verder morgenochtend nog redelijk droog weer. Dan de meeste wind. Rond het middaguur neemt de wind af, breekt heel misschien even de zon door. En dan in de namiddag en avond gaat het juist weer harder regenen. Die regen hoort bij een warmtefront. Voor de regengebied is het zo 10 à 11 graden. En als het dan aan het einde van de middag morgen gaat regenen, dan stroomt er zachte lucht het land binnen. Waardoor het morgenavond warmer is dan morgen overdag. Morgenavond zien we de 12 graden op de thermometers verschijnen. Ook in de nacht naar zaterdag is het zeer zacht. 12, 13 graden maar liefst. En ook zaterdagochtend en middag 11 tot 13 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt met zaterdag overdag van tijd tot tijd buien. Maar in de ochtend overheerst het droge weer en dan schijnt ook af en toe de zon. Rond het middaguur bereikt de wind zijn sterkste kracht. Dan kan er langs de noordkust weer een storm staan. En langs de westkust waait het stormachtig. In het binnenland opnieuw kans op zware windstoten. We gaan opnieuw uit van 80 tot 100 km per uur. In de loop van de middag trekt er een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land. En daarna wordt het zaterdagavond allemaal wat rustiger, maar ook snel kouder. Zondagmiddag hebben we dan temperaturen van 4 tot 6 graden. De temperatuur gaat dus gevoelig naar beneden. Er trekken een paar buien zondag over het land. En doordat de atmosfeer kouder wordt, kan er ook hagel en misschien een vlok natte sneeuw bij zitten. Nog steeds een stevige wind aan zee, windkracht 7, maar geen stormachtige wind of storm meer. Maandag opnieuw wisselvallig weer en dan gaat het kwik weer iets omhoog. Kijken we dan verder vooruit, dan zien we de hoge temperaturen van vrijdag en zaterdag echt opvallen. Maandag gaat het kwik dus ook weer omhoog, maar daarna zien we een langzame daling, gaf dat gisteren ook al aan. We gaan dan naar temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Dat betekent overdag 5 tot 7 graden en in de nacht komt het kwik vaker onder nul. Dat zien we ook in deze grafieken die de kans op vorst aangeven. Tot en met volgende week vrijdag is de kans op vorst minim, maar vanaf het weekend dan neemt de kans op vorst wel weer toe. Het is allemaal normaal voor de tijd van het jaar, dus het einde van de maand normale temperaturen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.